eerste half uur zijn de ouders in de klas. Werken ze samen met de kinderen, kijken ze wat de kinderen leren, helpen ze aan de ontwikkeling, stellen ze vragen aan ons, maar wij ook aan hun. Zo zijn we partners in de ontwikkeling van het kind. Wij besteden zoveel tijd aan rekenen en taal, omdat we vinden dat de kinderen met deze basis zo goed mogelijk kunnen presteren in het voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk en ook om later terechtkomen in de maatschappij is ook erg belangrijk. En dat wordt dus gevraagd in deze kenniseconomie. Wij werken met rekenen volgens het handelingsmodel door eerst begrip te vormen, door dingen eerst te doen, met de handen pizza's aan te snijden als je met breuken bezig bent, dropjes te verdelen en dan de sommen op papier te maken. Op deze school zijn we erg bezig met hoe kinderen leren en hoe we daarbij aansluiten. Wat zijn de instructiebehoeften van een kind? Daarbij hou je het doel in het oog, wat willen we bereiken, maar ook de behoeften van het kind. Hoe leert het kind? Heeft het auditieve ondersteuning nodig, visueel? Lange instructie, korte instructie. Wat voor vragen moet je een kind stellen? Daar zijn we mee bezig. Kijk, stel dat dit 1 liter was en hier is 0,5 liter. Dus dan is het 1,5 liter. Maar dan haal je min de 100 liter eraf. Dan zit je hier. Ja, dan zit je hier. Dan heeft iedereen tot water. Multiculturele op deze school is voor mij een meerwaarde. Bewust voor een openbare school gekozen, omdat er meerdere culturen hier rondlopen. En ik dat een verrijking vind voor de ontwikkeling van mijn kind. Want ook in de toekomst heb je met meerdere culturen te maken. En dat leer je hier met elkaar omgaan. Uit Turkije. Uit Marokko. Uit Egypte. Mijn ouders komen uit Suriname. Mijn ouders komen uit Afghanistan. Wij doen er alles aan om de kinderen zoveel mogelijk kennis mee te geven. Maar daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat de kinderen vol zelfvertrouwen zitten. Hun dromen najagen en ook vooral sociaal zijn. Onze kinderen voelen zich veilig. Daardoor komen ze tot betere leerprestaties. Die veiligheid van onze kinderen bestaat uit de leerkrachten die een heel veilig klimaat hebben op de school. Die goede vragen stellen aan kinderen. Die kinderen op hun eigen niveau lesgeven, waar een fout antwoord nooit fout is. Op school werken we met gedragsregels. Deze zijn door de kinderraad gemaakt en hier houden wij ons aan op school. Zoals het bovenste, we gaan respectvol met iedereen om. Dat is ook gewoon zo. Wij hebben veel cultuur op onze school en dat respecteren wij van elkaar. Ik hoop dat mijn kinderen zelfstandige mensen worden en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat ze zich een wereldburger voelen en het wij-gevoel hebben. Ik hoop dat mijn kinderen beseffen dat ze uniek zijn en dat ze zichzelf ook durven zijn. Dat ze krachtige mensen worden en zelfvertrouwen krijgen. Ik hoop dat mijn kinderen zich veilig voelen later in de wereld. En van betekenis kunnen zijn voor anderen. Ze doen veel aan ICT-onderwijs, dat zie je ook in de klas terugkomen. Er hangen overal digitale borden waar die vrouw les uitgeeft. Ik vind het heel belangrijk dat ze leren omgaan met computergebruik en dat ze leren veilig op internet te surfen. Waar de school ook trots op is, als excellente school, is dat we uitstekend samenwerken met andere partners in de wijk. We hebben dus bijvoorbeeld de stichting Jeugdwerk, SamSam van Welzijn. En die zorgt voor al onze naschoolse activiteiten. En voor de rest hebben we ook dus na schooltijd ook heel veel activiteiten waar kinderen in kunnen kiezen. En dat geldt voor zowel rekenen als taal, maar ook voor andere ontspannende zaken, zoals sport. Hier sporten we elke dag van 4:30 tot 5:30. En zoals je ziet, het is een hele veilige plek. Koken, Engelse les, drama, noem maar op. We blijven leren, we blijven ons ontwikkelen en we blijven op de hoogte van wat er in de wereld speelt. Ja!